al met zoveel bent gekomen. Dat toont niet alleen aan dat wij heel veel vrijwilligers in onze gemeenschap hebben, want ik weet uit eigen ervaring dat ja, wat wij hier vanavond bij elkaar hebben is slechts een fractie van alle vrijwilligers die wij in onze gemeente hebben. Die zijn er echt nog veel meer. Maar het toont ook aan dat datgene wat al jarenlang hier georganiseerd wordt, dat dat gewaardeerd wordt. En daarvoor ook dank aan de bewaren voor deze organisatie. Ik wil jullie heel erg danken voor jullie inzet. Inzet die in principe op geheel vrijwillige basis gebeurt. En ik kan niet anders zeggen dat daar enorm veel waardering en respect vanuit het college voor deze werkzaamheden is. Zonder uw bijdrage zal ons dorp er niet zo zijn zoals het nu is. Zou een sportclub niet kunnen draaien, zou een deel van de activiteiten gewoon niet uitvoerbaar zijn. En die bijdrage die levert u geheel vrijwillig. En dat is maar goed ook. Want het werk dat u doet is onbetaalbaar. Ik wil jullie danken voor alle energie en de vrije tijd. En de betrokkenheid die jullie als inzet, als bijdrage voor deze leefbare gemeenschap hebben gedaan. Want jullie inzet is onmisbaar. Dan is er een ander belangrijk onderdeel voor vanavond en dat zijn de uitreikingen van de prijs. We hebben een prijs voor de vrijwilliger van het jaar en een prijs voor de vrijwillige instantie van het jaar. En het heeft bepaald en zeker ook mij heel erg verheugd dat er zo enorm veel nominaties zijn binnengekomen van zo'n grote diversiteit. Dat de jury in al haar wijsheid heeft besloten dat wij vonden dat er niet aan één persoon één prijs kon worden uitgedeeld. Dat betekent dat wij de prijs een ietsje hebben aangepast en dat wij 8 prijswinnaars hebben. Met zeg maar een tweede plaats en 1 die zich vrijwilliger van het jaar 2018 mag noemen. En die vrijwilliger van het jaar 2018, dat is mevrouw Tini Kuipers-Hensma. Energie geeft aan al die clubs. En of je nou bij een andere club bent, trouwens de zitdansgroep, ik wist niet dat we het hadden, maar ik kom zeker een keer kijken. Maar hartelijk gefeliciteerd. Tini. Dit is... Ja, mooi. Wacht even hoor. Tini, heb je eens gaan naar kijken? Ja, moet ook. Ja. Maar die gaat van mij terug nog af hebben. Jazeker. Dat is ook goed, ja. Ja. Dat is mooi. En de winnaar van de vrijwilligersorganisatie 2018 Pekela is... Hemmerspelweek boven Pekela. Gefeliciteerd. Dankjewel. Deze weg. Kijk. Sorry hoor. Ja, ben je erbij? En ook... Ik vind het terug. Ja, nou, vooruit. Hij is dichter naar de weg. Nog dichter. Ja. Kijk aan. Ja, heel mooi. Hij heeft het zes dik aan. Ja, wie weet. Nog een keer. Nou, van alles